Noem twee soorten parels. Twee. Zoetwaterparels en zoutwaterparels. Wat is Victoria's Secret? Victoria's Secret is een Amerikaans bedrijf die zich specialiseert in het maken van lingerie, damesmode en schoonheidsproducten. Het is mijn favoriete winkel, want het staat voor zelfverzekerde en mooie vrouw. Dank u wel. Welke schoenmerk kan je herkennen aan de rode zool? Christian Louboutin. Wat zijn de Antwerpse zes? Dat zijn zes modeontwerpers die afkomstig zijn uit Antwerpen en die het internationaal hebben doorgebroken, bijvoorbeeld Anne de Mullemeester. Hoe kan je een echte parel van een kunststofparel herkennen? Door de parel aan de hoek van aan de hoektand een beetje te wrijven. En als het korrelig is, dan is het echt. Of het is ook gewoon koud. Hoe heet het kledingsmerk van Edward Vermeulen? Nathan. Dat is weer al goed, hè, zeg. Is ook een applaus. Had beter geen vragen gesteld en direct al de punten geven naar iedereen, geloof ik. 17, mijn vraag 17, sorry. Wat is een moodboard? Een moodboard. Een moodboard is een verzameling van foto's of ideeën dat eigenlijk een fotograaf of een model wil uitwerken. Hoe heet het Duitse model dat Project Runway presenteert? Heidi Klum. Welk topmodel presenteerde Amerika's Next Topmodel? Tyra Banks. Noem drie kledingsdesigners. Tommy Hilfiger, Ralph Lauren en Yves Saint Laurent. Welke ex-Miss België presenteerde onder andere Boer Zoekvrouw? Tyra. Tyra, de achternaam weet ik niet. Tyra Terzago, dacht ik. In welke weekdier worden de meeste parels gekweekt of gevonden? Van oesters. Wat gebruik je tijdens een modeshow om te vermijden dat er make-up aan je kleren hangt tijdens het omkleden? Een make-up sjaal? Make-up? Sjaal. Sjaal, ja natuurlijk. Wie is Miss België 2016? Lentie Frans. Natuurlijk, ja.